Een hele goede morgen allemaal. Welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben Jennifer Dekkers. Zoals jullie zien, ik ben net wakker. Dus nog eventjes bijkomen. Gistermiddag is Sinterklaas met Zwarte Piet weer in het land gekomen. Dus 3 weken weer lol voor de kleintjes. Vandaag komt hij in Amsterdam. Ik wil er best heen gaan, maar ik ben een beetje bang voor de demonstratie mensen die er komen ofzo, als die er zijn. Maar ik ga gewoon eventjes kijken of het leuk is. Ik ben al heel lang niet geweest. Ik ben een aantal jaren terug geweest, voor de eerste keer. En ja, ze maken er wel een leuk feestje van hier zo, dus ik ben benieuwd hoe het nu is. Ben wel benieuwd. Nieuwsgierig. En ik hoorde boven weer me lopen. Ik dacht dat ik het niet meer zou horen, maar hij, dat vind ik niet erg. Hij ging van een vloer. Hoe noem je dat? Hij had eerst gewoon tapijt of zo. Ja, tapijt had hij eerst. En nu heeft hij laminaat laten leggen. Maar ik kan hem nog steeds horen lopen. Maar dat is niet zo heel erg. Dus, mijn stem klinkt nog een beetje raar. Nee, dat komt wel goed. Ik had ook feedback van een collega die af en toe ook naar mijn vlogs kijkt. En die zei, je bent chaotisch. Nou ja, goede feedback. Maar hey, zo ben ik. Toch? Is niet erg. Er zijn mensen die nog drukker zijn dan ik zelf. Dus daar moet je het ook maar mee doen, denk ik. En ik klink een beetje verkouden, maar ik ben het niet. Mijn neus zit alleen een beetje dicht, maar dat gaat wel weer goed komen. Ik ga gewoon lekker warm aankleden en dan ga ik vertrekken. Dus ja, tot strakjes weer. Het is een hele mooie, warme, zonnige dag eigenlijk. Ja, warm is het niet, maar wel mooi, zonnig. Had ik niet verwacht. Sun is shining! En ik ben buiten bij Linnaeusstraat. Ik vind het een beetje eng om zo te vloggen, maar het komt wel goed. Ja, nu kun je de omgeving even zien. De lucht is mooi blauw, wel wat een soort van wolken, maar hey, het is mooi. Oké, als je lang genoeg in de zon staat, is het wel lekker warm. En de wind is koud. Sleutelkluis en winkels. Bonaparte Cristal. Massages. Hallo, eten. Ik heb al gegeten hoor, brood. En de tram 19, zo'n hele oude. Helemaal niks meer is dat ding. Mag niet meer rijden, vind ik. Ik hoor al muziek. Ik moest lopen net. Maar dat maakt niet uit, de trams rijden niet. Maar ik hoor wel muziek hier ergens. Dit is een park. Zo, ik weet het niet waar. Even op de muziek afgaan en zoeken. Ik zit hier. Ik hoor wel wat. Nee, dat is waarom ik in de wacht. Ja. Nee, dat is nog een stukje. Daar is. En ik moet nog een stukje lopen naar Rembrandtplein. Het is helemaal daar. Thank you.
zit me niet. Oh, laat me niet staan, zit me. Oh, doe hey! Wie heeft er allemaal een verlanglijstje gemaakt hier? Ja, wat zat er allemaal mooie dingen op? PlayStation? Ik weet niet dat je het naar elkaar, maar misschien wel, ja. We gaan wel even wat doen, we gaan het filmpje over Samba doen. Thank you.
zit hij er? Hallo lieve. Hallo. Je plek heb jullie uitgekomen. Daar gaat je man erin. Er is een boef hier Oh look, they're painting for me. Where are they painting, Torps? Oh my goodness. Hey! Dat is goed gelukt.
alleen een beetje wind van de mail die ze gegooid hebben. Er zijn dan ook roetveegpieten op paard. Dat zijn dus een aantal. Ja. Ik zie heel veel. Ja, ik zie er. Ja, dat is het. Er is een paard, er is een horse. Daar is het einde van de brug. Aww. He's in town now. Sinterklaas is in de stad. We have to put out our shoes tonight. Yeah, black horses. Park and party. Oh! You want to say hi to the horsey tour? Hi. All right, that's the end. My little wait. Baby. Look, it's a police van. Oh, a police van. Yep, yeah, that's so good. That's a police van. Police van. All right, Torby. There's no police. Ik denk dat ik dit dan ga lopen, de straatjes. De zwarte pieten zijn op het dak. Ja, zwarte pieten, roetveegpieten. En ze zijn onderweg hierheen. Ja, dank jullie wel. Dank jullie wel voor deze prachtige gedichten. Mijn hart smelt. Wat Sinterklaas? Ik weet natuurlijk, u heeft een wens. Die heeft u zelf ingediend om zoveel mogelijk gedichten te ontvangen van alle kinderen. En zoals u weet, van alle pieten hebben zij natuurlijk dit geweldige formulier uitgedeeld aan alle kinderen. Die ze tot 4 december aanstaande onder andere kunnen deponeren bij Scheltema. Ja. En u neemt al die gedichten voor u mee naar Spanje. Want dat ja. Ja. Ik neem al die gedichten mee naar Spanje. En daar ga ik ze lezen. Eet ook pepernotensirap. Een stukje taart en een kopje chocolade. Heerlijk. Ja, ik denk dat er die één man misschien al duizenden gedichten die kansen op. Maar ik doe deze in ieder geval even in de os. Ja, doe dat. Misschien wel. Het zijn duizenden gedichten. Klaas, we hebben net een beetje. Het zijn duizenden gedichten. In de vingerhand. Maar ik zou het ook fijn vinden dat alle kinderen die nog niet een gedicht hebben geschreven, ook een gedicht gaan insturen. Sinterklaas, mag wij iets voorstellen? Want er is nog één cadeau, maar wij willen zo graag, wij hebben ook iets voorbereid. Dat voor jullie. Ik ben naar de Dam gelopen en dit is wat je ziet nu. Ja, ik vind, mag ik ingrijpen? Yo, dag duifies. Ik denk dat Sinterklaas echt vermoeid is, toch eigenlijk graag met het derde cadeau. Ja, ik ben ook wel bedoeld. Ik begrijp dat. Elke keer het derde cadeau. Jongens. Ja, dat maakt me wel heel nieuwsgierig wat daarin zit. Dat kan ik echt begrijpen. En u mag nu zelf kiezen welk cadeautje u als eerste wilt overmaken. Nou, misschien kunnen de kinderen dat. Ja, dat vind ik een goed idee. Welke zullen we eerst doen? Sinterklaas komt helemaal mee. Ik hoor heel veel drie. Drie? Drie? Ik hoor drie. Heel veel drie. Nou, jullie zien het. Ik ben thuis. En... sorry. Ik ben behoorlijk moe. Ik heb ook flinke hoofdpijn. Ik heb daar niet echt wat kunnen eten of drinken. Het was heel erg druk. Maar er was zelfs een Piet die... Of een roetveegpiet. Ik vind het gewoon raar. Ik zeg gewoon zwarte Piet. Die mail in de handen had gedaan bij sommige kinderen. Gewoon als grapje, denk ik. Maar ik kreeg het een beetje in mijn gezicht. Ik weet niet of het nog te zien is. Denk het niet. Maar ik ben nu gewoon nog op dit moment heel erg moe. Dus ik ga de vlog afsluiten. En ik ga jullie vragen om te abonneren op mijn kanaal. En dan vind ik leuk te doen op deze video. Ik ben te moe. En dan zie ik jullie weer bij een volgende vlog. Dus bij deze weer... Rollators!